Bushouders in Nikeri, die aangesloten zijn bij de particuliere lijnbusorganisatie, willen ordening in de sector. Vooral de bushouders die de route Paramaribo-Nikeri onderhouden, ervaren oneerlijke concurrentie van het nationaal vervoerbedrijf NVB. Doordat de overheid de NVB subsidieert, rijden deze bussen goedkoper dan de particuliere bussen die commercieel rijden. De bushouders willen dat het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme met een oplossing komt, zegt bushouder Rajiv Girao. Momenteel hebben we een hele grote probleem eigenlijk gaande op het route Paramaribo-Nikeri, PN, kort gezegd. Het probleem is eigenlijk begonnen sinds het aantreden van de staatsbussen. We hebben staatsbussen gehad, vanaf 1 november zijn die bussen weer ingezet. Om het route Paramaribo-Nikeri te onderhouden. Er zijn 3 bussen die dagelijks uit Nikeri vertrekken en uit Paramaribo vertrekken. En de tijdstippen waarop de bussen vertrekken zijn 6 uur 's morgens uit Nikeri, 6 uur 's morgens uit Paramaribo, 10 uur 's morgens uit Nikeri. En die bus van 10 uur 's morgens vertrekt dan 3 uur uit Paramaribo, 1 uur 's middags uit Nikeri en 1 uur 's middags uit Paramaribo weer een bus. En sinds het aantreden van die bussen eigenlijk kunnen wij zeggen dat we eigenlijk nu geen uitweg meer zien. We zijn nu letterlijk en figuurlijk broodloos. Het gaat om 30 vergunninghouders in Nikeri, 30 PN-vergunninghouders. En met hun gezin, met alles eromheen, ze zijn nu broodloos. De coronapandemie heeft voor meer ellende gezorgd in de sector, vertelt Girao. De autoriteiten moeten daarom extra aandacht schenken aan deze groep. Tot nu toe, vanaf maart eigenlijk, waren onze bussen geparkeerd. Ik mag niet klagen. Ik heb wel één ding kunnen ervaren. We hebben 2 termijnen hebben we COVID-uitkeringen gehad. Maar je kan het vergelijken als een hete druppel, als een druppel water in een hete pan. Dat kan je wel zeggen. Want op den duur toen we hoorden van dat we weer mogen rijden, dan zijn we onze bussen dan in staat weer gaan brengen waarin het moest verkeren. Want TCT heeft bepaalde voorwaarden. Je bus moet goed zijn. Dat is logisch. Dus daar hebben we dat toen in orde gemaakt. En nu dat we onze gelden al daarbij hebben uitgegeven, hebben wij nu geen werk meer. Wat zou moeten gebeuren nu? Kijk, het is simpel. Onze president heeft voorgehouden dat ze eigenlijk zo min mogelijk willen subsidiëren of niet willen subsidiëren. Ze hebben onze subsidie toen afgeschaft. We kregen een oliecompensatie in de tijd. Het was eigenlijk niet een subsidie, het is een oliecompensatie die we hebben gehad. En op den duur eigenlijk de staatsbussen. Het is logisch, de staatsbussen rijden voor een tarief beneden hun kostprijs. En het is overduidelijk voor iedereen. De bussen worden gesubsidieerd door de overheid. En op de route Paramaribo-Nikeri is mijn mening en van mijn collega's ook, het is niet nodig dat er staatsbussen in Nikeri moeten zijn. Bushouder Rajiv Girao van Nikeri namens de bushouders van de particuliere lijnbusorganisatie. Ze willen dat de regering de sector ordent.